Okay. Hallo Jan. Ja, goedemorgen Els. Hey, fijn om je weer te zien. Je had weer een vraag bedacht. Dus misschien mag ik je uitnodigen om jezelf even voor te stellen en dan te spreken over waar je over spreken wil vandaag. Ja, ja zeker. Even kijken. Nou, ik heb vroeger wiskunde gestudeerd en mijn hele leven lang wiskunde gegeven aan de universiteit. En ik ben eigenlijk bij toeval in familieopstellingen terechtgekomen. Ik heb een interessante familiegeschiedenis. Toen ik klein was, had ik geen vader, tenminste dat werd gezegd. En andere kinderen hadden dat wel en ik had dat niet. En dat heeft tot ik 33 jaar oud was geduurd, dat ik wel wist wie mijn vader was. Dus nou, dat is natuurlijk interessant werk te doen dan, om met familieopstellingen. Dus ik ben daar eigenlijk ingerold. En daarin ben ik in aanraking gekomen met een heel interessant fenomeen. Nou, dat heet het wetend veld. Dat is wanneer een klant met een probleem komt en de begeleider voor diverse familiereden representanten op. Dat zijn mensen die van die hele familiegeschiedenis helemaal niks hoeven te weten. En die volgen dan hun impulsen, hun innerlijke beweging. En wat er dan gebeurt, dat heeft vaak heel veel te maken met het proces waar die klant in zit. Dus ja, als je daar vanuit de wetenschap naar kijkt, dan kan dat niet, wordt dan gezegd. Maar je ziet het gewoon voor je ogen gebeuren. Dus dit is een heel interessant fenomeen voor mij. En daar, daar ben ik veel mee bezig. Ik volg ook de jaartraining bij Els en ik vind dat heel boeiend wat ik allemaal te zien krijg en wat ik zelf ook daaraan beleef. En vandaag zou ik graag wat willen vragen over hoe je met dat wetend veld of helend veld, zo zou ik het ook kunnen noemen, kan werken als je begeleider bent. En mensen die hierover geschreven hebben zeggen dan van, je moet dat doen als begeleider zonder strategie, zonder concept, zonder doel, vanuit het niet weten, vanuit het lege midden. En nou ben jij Els bij uitstek natuurlijk ervaringsdeskundige hierin, dus ik ben benieuwd of dit bij jou resoneert. Dat je vanuit het niet weten, vanuit het lege midden, dat daar als begeleider aanwezig bent. Ja, dat resoneert absoluut. Dat resoneert absoluut. Alles wat wij doen en denken en waar we een idee over hebben, waar we een oordeel over hebben, waar we een mening over hebben, waarvan we denken het moet zo of het zou zo moeten zijn, dat gebeurt allemaal in de dualiteit. En al onze problemen die we hebben als mensen, die spelen zich ook af in de dualiteit. Dus als we een opstelling doen en iemand komt met een probleem, dan hoor ik dat iemand zegt, ik heb de harte wens om in vrede te zijn. Ik heb de wens vanuit het hart om meer ontspannen te kunnen zijn, om hier beter mee om te kunnen gaan. En wat ik dan hoor, is dat iemand zegt, eigenlijk wil ik inpluggen in liefde. Eigenlijk wil ik me realiseren dat we één zijn en dat alles liefde is. En daar doe ik een beroep op. Maar omdat dat probleem zo, zeg maar, massief naar voren komt, eigenlijk gooien we onszelf uit die eenheid, omdat we dat probleem groot maken en dat fragmenteren, zeg maar. Daardoor zijn we volkomen, op het moment dat ik dat doe, ben ik volkomen afgesneden van de onderstroom die altijd liefde is. Wat we nou als facilitator doen, is dat we, als iemand met een probleem komt, die hele duidelijke meningen heeft over die heeft dat gedaan, dat mocht hij niet doen. Zo doen ouders toch niet, ouders moeten dat anders doen, een liefdevolle moeder ziet er heel anders uit, dat we dat horen als facilitator, maar dat we niet dat gaan beamen of bevestigen. Wij weten dat dat gewoon patronen in de dualiteit zijn, dat dat gewoon vergissingen zijn die mensen maken, zoals wij die ook maken of gemaakt hebben. En als facilitator blijven we dan, dat noem ik dan in het lege midden. We blijven weg bij oordelen, we blijven weg bij ideeën, we blijven weg bij moraal. En wat we in feite doen, is dat iedereen die erbij betrokken is, nemen we in ons hart, vanuit die stilte en vanuit die oordeelloosheid en vanuit die openheid, kijken we naar wat er energetisch gaande is. En als we energetisch kijken, dan zien we altijd dat wat het hart wil, wat de ziel wil, wat het hart wil, dat is verbinding. En dat is onze natuurlijke staat. En dat is wat er gebeurt
als je je niet bemoeit met het wetend veld of met het lege midden. Ja, en als je dan als begeleider begint, zeg maar, dan moet je dus naar het lege midden toe. Dus stel dat je daar niet bent. Heb je dan trucs om daar te komen? Laat ik het zo vraag zo stellen. Nou ja, een paar trucs zouden kunnen zijn. Je spreekt jezelf gewoon toe. Je zegt bijvoorbeeld, voordat je begint, ik wil de goede facilitator zijn, of ik wil dit zijn, of ik wil dat zijn, de goede begeleider. Laat ik terugtreden, laat ik mijn ideeën en mijn hoe ik denk dat het hoort, of mijn patronen terughouden. En laat dat gebeuren wat behulpzaam is voor de persoon die hier is. Laat ik me er niet mee bemoeien. Laat ik niet denken dat ik het weet voor de ander. Zou kunnen. Ja, dat is altijd behulpzaam. Ja, en kan je bijvoorbeeld ook in je lichaam voelen dat je daar bent? Ja, dat is een beweging dat je, zeg maar, in je eigen midden staat. Want als we denken, daar moet ik iets oplossen, dan zie je gauw dat er naar voren gegaan wordt. Dat er een soort opdringerigheid is in energie, maar ook in het hoofd en ook in de beweging. Ja? Dus het zou gepast zijn om dan gewoon naar achter te gaan en gewoon hier thuis te zijn, om ook al je energie terug te halen. Ja. Ja, mooi. Ja. Nou, ik heb natuurlijk ook van alles gelezen over het wetend veld en het lege midden bij de autoriteiten op dit gebied. Bijvoorbeeld Hellinger en Nellis. En die leggen dus dat uit, van dat je dus geen concept moet hebben, geen doel, geen strategie enzovoort. Maar aan de andere kant zeggen ze wel allerlei dingen die zij zelf aan de weet gekomen zijn door te werken met het wetend veld. En dat gaat behoorlijk ver. Nellis bijvoorbeeld, die zegt dat iedereen een persoonlijk geweten heeft en dat er daarnaast een groepsgeweten is. En daarnaast heeft iedereen ook nog een ziel. En het ene, ik geloof het geweten, heeft dan te maken met het normen van de groep en niet met goed en kwaad. En de ziel representeert de eenheid enzovoort enzovoort. Dat is allemaal heel interessant, vind ik. Maar ik vraag me dan af, als leek, waar haalt zo'n man dat vandaan? En mijn vraag aan jou is, hoe ga je om met wat je in boeken over het wetend veld leest. Zoals boeken van Hellinger, hè? Boeken van de autoriteiten, laat ik het zo maar zeggen. Ja, oké. Dus mijn idee zou zijn, en ja, zo kijk ik er altijd naar, alle boeken die ik lees over waar ik mee bezig ben, of wat ik aan het leren ben, is dat lees ik en ik ga er zonder meer van uit dat ik het pas geloof of weet als het voor mij aan de binnenkant resoneert. Dus als ik me dat realiseer, dat ik zo een boek kan lezen, dan hoef ik ook geen ruzie te maken met wat er staat. Dus ik verwerp het in feite totdat het zich voor mij heeft bewezen als dat het kloppend is. En je zult bij de boeken van Hellinger ook zien dat hij in zijn eerdere boeken dingen heeft beweerd die hij naar de hand totaal tegenspreekt. Dus ik zeg ook altijd, als je boeken leest, ook als je mijn boeken leest, geloof het niet. Het niet. Test het voor jezelf. Kijk wat voor jou resoneert. Kijk wat voor jou passend is. Want we zijn ook allemaal natuurlijk we zijn allemaal in zekere zin in een soort ontwikkeling van inzichten. En pas als je het inzicht innerlijk doorgrond hebt, dan wordt het ook bruikbaar en hanteerbaar voor je. Dan kun je ook in die stilte staan, omdat je weet dat het daar veilig is. Maar als iemand zegt, je moet in stilte staan, want daar is het veilig en je moet oordeelloos zijn, en je denkt alleen maar, oh jee, oh jee, oh jee, het lukt me niet. Nou, dat is niet bepaald een rustige houding voor een facilitator. Nee, ik vind het ook zeer behulpzaam dat bepaalde dingen in de boeken van Hellinger echt duidelijk in strijd zijn met wat jij doet, omdat je dan gedwongen wordt te kiezen. Bijvoorbeeld Hellinger die zegt ergens van, je moet, als je daaraan begint, dan moet je zonder angst zijn en zonder doel en zonder liefde. En denk van, ja, maar waarom zit je daar dan? Dus, nou goed, dan. Nou ja, dan hoeft niemand eraan te beginnen. Want ik ken niemand die ooit zonder angst is geweest of zonder angst is. Ja, nou ja, dat geldt dan alleen als je daar begint. Hè. Dus als je als begeleider opwerpt van ik wil iets met familieopstellingen doen, dan moet ik dat dus zonder liefde doen. Nou ja, dan vraag ik me af waarom zit je daar dan? Maar goed, die tegenstelling, dat wekt dan bij mij een soort proces op van ja, wat vind ik nou zelf? Dus dat vind ik heel behulpzaam. Nou ja, je zou ook kunnen kijken, kijk,
als iemand zegt, je moet dat zonder liefde doen, dan zou je ook kunnen kijken, wat bedoelt hij daar nou mee? En als je zou zeggen van, je doet het als facilitator zonder dat je iets geeft, in de zin van dat je iets opdringt of dat je iets probeert te verbeteren of dat je iets probeert op te lossen. Dat zou je kunnen zeggen, hè? Misschien bedoelt hij dat er wel mee, dat weet ik niet. Maar als ik daar sta zonder te denken, ik moet iets geven of ik geef niks, dan betekent het, ik geef wel het werk en ik geef wel de beweging voor zover ik daar deel in heb. Maar degene die, eigenlijk hou ik alleen maar een oordeelloos vrij leeg veld en daarin beweegt het. En dat is wat ik geef. Maar het is niet gevoed door ideeën. Het is niet gevoed, heeft liefde nodig, want anders redt hij het niet. Ja. Nou heb ik nog een nieuwsgierige vraag. Mag dat? Ik was zo benieuwd, hoe is jouw eigen ontwikkelingsgang als familieopsteller geweest? Want je schrijft dus in je boek over de cursus in Wonderen, hoe dat de spirituele achtergrond is. Maar was de cursus er eerder dan de familieopstellingen? Of waren de familieopstellingen er eerder? En hoe heeft zich dat ontwikkeld bij jou? Nou, de cursus was er het eerst. Toen kwam Attitude on Healing erbij. En daarna kwamen familieopstellingen erbij. Ik deed ergens ik geloof dat het over de cursus ging, een weekend. En die mevrouw die deed opstellingen. En dat intrigeerde mij zo ongelooflijk dat ik naar huis ben gekomen en heb gezegd tegen Anja, dit wil ik oefenen, dit wil ik oefenen. En ik ben thuis met mensen die ik ken, ben ik gaan... Ik zeg, ik moet je iets laten zien, dit moet je zien. Dit, hè? En daar was ik dus een beetje zo mee in mijn omgeving aan het oefenen, aan het rommelen. En ik vertelde daar iets over. En toen zeiden mensen, daar moet je workshops in geven. Ik zeg, hou toch op, jongen. Hou toch op. Maar ik ben me daar toen meer in gaan verdiepen. En toen dacht ik, die vrouw die zei, ik wil dat je een workshop geeft, dan kom ik. Die is trouwens nooit bij die workshop geweest waar ik was. Maar zo ben ik dus wel. Ik ben boeken gaan lezen. Ik ben naar Hellingen gegaan. Om te kijken, hoe doen mensen dat? Hoe werken anderen? En wat het mij gebracht heeft, en dat was in dat oefenen wat ik helemaal daar vooraan gedaan heb, is dat wat de cursus zegt, dat kon ik ervaren in het representant zijn bij het opstellen. Wat de cursus zei, kon ik hier ervaren. En ik vond het fenomenaal om te zien dat de cursus uitnodigt. En in het daar staan, komt dat op, is dat dan voelbaar hier? Ja. Nou, zo is het gekomen. En ik zie nu dat de cursus is er ook altijd bij gebleven. Maar opstellingen is echt nu mijn grote werk naast Attitude Healing geworden. Ja, dankjewel. Ja, heel mooi om dat te horen. Ja, ik heb nog iets over dat niet weten. Dat is eigenlijk meer niet zozeer een vraag, maar meer een soort, gedachten die opborrelen. Dat kan natuurlijk eigenlijk niet, gedachten die opborrelen over het niet weten. Maar goed, het is een heel apart onderwerp, want het heeft allerlei tegenstrijdigheden in zich. Daarom vind ik het zo leuk. Want dat wetend veld, dat is dus iets wat ik echt helemaal niet begrijp. Ik heb zelfs één keer een hele sterke ervaring gehad met het wetend veld buiten een opstelling. Dat was met het Attitude on Healing facilitator training, die ik ook bij jou gevolgd heb. Toen had jij ons op een gegeven moment opgesteld in groepjes van 3. En ik stond als innerlijke leraar van een deelnemer. Dus een deelnemer die een gesprek had en de derde was een facilitator. En op een gegeven moment, jij liep door die ruimte rond en jij was bij een ander groepje bezig. En dat ging op een gegeven moment over een nogal zwaar thema. Ik zal niet vertellen wat dat is. En op een gegeven moment, ik kreeg ontzettende rugpijn. En ik was echt helemaal van, het deed zo'n pijn dat ik me helemaal naar de grond moest buigen om daarmee om te gaan. En ik snapte daar echt helemaal niks van. Nou ja, goed, op een gegeven moment was dat over en kon ik weer overeind komen. En toen later, een paar minuten later, hoorde ik in de kring dat thema waar jij het toen net over had, voor die deelnemer ook heel belangrijk was. Ik dacht, hoe bestaat het? Hoe bestaat het? Dus mijn vraag is ook, waar eindigt het? Is het beperkt tot opstellingen? Nou, ik neem aan dat het antwoord nee is. Waar vind je het allemaal nog meer? Dat is natuurlijk een vraag, maar ja, als je er iets over kan zeggen dan. Ik denk dat de hele kosmos is doordrongen van het wetend veld. En het wetend veld is, het is, kijk, in general is er natuurlijk alleen maar eenheid. Maar dat ligt zo buiten
het gebied van taal en buiten het gebied van bewegen, zeg maar, wat we in het dagelijks leven doen, dat is gewoon niet te beschrijven. Maar wat kunnen wij, als wij dan hier zitten in ons dagelijks leven, dan kunnen we, als we ons terugtrekken van alle ideeën, van alle concepten, van alle oordelen, dan komt er gewoon een soort lege stilte in ons. En in die lege stilte zit een ontzettende levendigheid. En daarin zul je voelen dat er een soort geïnspireerdheid zit en dat het geweten wordt, laat ik het zo zeggen. Dus je zou kunnen zeggen dat in het wetend veld wordt het geweten. En als het geweten wordt, ja, dat wat geweten wordt is een ontzettende kracht van waaruit je leven kunt. Het is een ontzettende veilige basis en een stevige basis. En van daaruit is het leven, ja, makkelijk. En van daaruit is ook daar zit zo'n ongelooflijk vertrouwen in. En dan natuurlijk gebeuren de dingen. Want we zitten hier met een lijf en er gebeuren gewoon dingen. Maar vanuit dat wetend veld komt er een volkomen ander perspectief op wat er gebeurt. En het is niet een perspectief wat we dan moeten gaan uitleggen, maar het is een innerlijk weten dat het oké is. Ja? Dat ik ermee om kan gaan. Ja. Ja, wat moet je er anders over zeggen? Ja. Nou, er zijn natuurlijk dingen waar we niet veel over kunnen weten. Ik denk dat we dat ook gewoon moeten accepteren als mensen. Er zijn sommige dingen die zijn te groot voor om precies te beschrijven. Ik bedoel, er staat ook een vers in de Koran wat dat heel mooi mooi weergeven. Ik ben geen moslim, maar dit vind ik wel een heel mooi vers. Dat is dat God weet wat voor jou is en wat achter jou is, maar de mensen omvatten geen enkel onderdeel van zijn kennis, behalve dat wat hij wil. Dus ja, ik vind dat wordt daar prachtig in uitgedrukt. Ja, ja. Ja, dat, ik denk dat dat heel, 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 mooi, heel mooi gezegd is. Ja. Goed, Jan. Ja, is het ook echt zo? Nou, ja, ik vond het leuk om je weer te spreken. En tot de volgende keer. Dank je wel. Tot de volgende keer. Dag, Els. Dag.